Oh nee. Sander, weet je wat er gebeurt? Nou. Ik leer om hallo te zeggen. Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Ultra Moon Randomized Avatar Lock met Sander van Gaming SB. Ja, hallo? Hij is niet zo snel als dat ik had verwacht. Ah, wat had je weer? Hij speelt straks voor in het intro moment wel zien. Oh, oké. Okay. Hij laat niet eens het titelscherm zien. Nou, wat een haters. Wat een haters. Nou, ik ben er helemaal klaar mee zo. Als het zo moet. Ik, weet je wat, ik ga wel gewoon Ultra Moon spelen. We doen dat wel dan. Ja, dat lijkt me goed als idee. Als we zo gaan doen, dan ga ik ook zo doen. Ik weet niet eens wat ik moet doen. Ik weet dat ik de trainingschool in moet. Maar het vlaggetje is weg, dus ik weet nu niet wat ik moet doen. Help! Oh jee. Ja, dat is... In de trainerschool moet je tegen iedereen vechten. Oké, ik weet alleen niet waar iedereen is. Heb je dat vrouwtje helemaal rechts al verslagen? Helemaal rechts. Kijk, die had... waarschijnlijk niet. Die had normaal een bootje. Oh, Quicklaw! Oh, boog! Oké. Speed, ja, ik weet hoe Quicklaw werkt. Ik zie hier geen... eens een vrouwtje. Ik zie wel... Jij bent in de school. Valerium, ja. Ja, oké. Nee, dan moet je ergens links in zo'n classroom moet je tegen zo'n meisje vechten. Ah, top. Dan doen we dat. Oké, eens even kijken. Er is hier wel een classroom. Oh, hier, bij de boekenkast. Was je slim? Ze is een boek aan het lezen. Oh. Sander, weet je wat er gebeurt? Nou? Ik leer om hallo te zeggen. Oh, wat handig. Dat had je nou net nodig. Oh, dat blijft zo grappig, hè? Ja. Dat stukje toen op de stream. Ja, dat was echt een prachtig stukje. Heb je die serie überhaupt eigenlijk afgemaakt? Nee. Een fucking Darkrai, waarom? Nou... Omdat het een powerful kindje is. Ja, maar dat hoeft helemaal niet. Oh, ik heb trouwens iedereen tot level... 7 getraind. Oké. Dus... Ja, ik hoop dat we daar iets mee kunnen. Is Bug... Oh, ik heb geen Bug type, nevermind. Is... Wat is super effective tegen Dark? Help. Super Rock? Fight? Nee. Ja, die heb ik niet. Verder zo'n Psychic, hè? Dat is ook super effective volgens mij. Is dat niet andersom juist? Dat Dark... Ja, super... ja, ik maak een grapje. Ah, oké. Gelukkig. L plus A. Oh, met sport is dit. Het is niet eens met shot. Ik lees het bijna verkeerd, waardoor ik iets doms doe. Omnius wint. Oeh. Dat is een ghost aanval. Oh, dat doet 7 damage, ja. Ik had verwacht... Ik dacht dat Omnius wint echt een vet goede aanval was, maar dat valt mee. Ja, maar misschien is ghost niet goed tegen de Pokémon die je gebruikt. Rockbug? Dat dacht ik. Nou, ik snap er gewoon geen hol meer van. Oh, dan is het misschien wel niet slim om Omelet in te zetten. Ik denk, die is sterker, kan meer tanken, maar dat is natuurlijk super effective. Waarom moet het nou weer zo'n Darkrai zijn? Omdat die pittig goed is. En ze houden ervan om pittig goede dingen tegen jou in te zetten. Good choice. Ik ben niet water, hè. Dus het is niet... En water gun is trash in deze game, ook nog eens. Nee, fijn dit. Oh ja, als ik crit, dan ben ik waarschijnlijk dood. Of... Wat? Oh nee, in deze game is het een keer anderhalf als we een crit krijgen. Dus ja. Dan ben ik niet dood, maar... Ocean, ja, doe maar. Oh, ik heb er 25. Lots of ik heb er in ieder geval zat. Nee, gaat hij mijn water gun disablen? Dan moet ik scratch doen. Rip. Oh, dat doet ook nog meer ook. Hè? Hoe dan? Het heeft dezelfde power.
Oh, Watergun is natuurlijk special. Ja, dat klopt. Scratch is physical, vandaar. Ja, yep. Dan kan het wel. Had ik eerder moeten kijken misschien, achteraf. Maar ik denk wel dat Steamboy het gaat overleven, dus dat scheelt. Aangezien dat hij alleen Disable en Omnius Wind heeft, gaat hij nu mijn Scratch disabelen? Ik had Watergun moeten doen. Sad. Die Darkrai zal wel veel XP geven als het gelukt is. Dat is waar, dat is waar. Maar tot nu toe, totdat ik hem nog niet verslagen heb, ben ik er niet heel blij mee eigenlijk. Nou, op zich. Ja. We kunnen ermee leven. Ik ben kijken of hier... Ik ben nu in het volgende stadje. Daar ben ik even aan het kijken of er nog coole Pokémon zijn die ik kan vangen. Cool. Of niet, als ze niet coole Pokémon vangen. Nou, ja, kunnen hier... vangen. Er is hier de Kakuna. Beedrills zijn altijd wel cool. Ja. Hop, Pfizer. Is level 8. Let's go. Ja, ging je er veel... kreeg je veel XP? Eén leveltje, dus is op zich wel wat. Okay. Maar was ook level 7, dus... op zich niet heel hoog of zo. Nee, precies. Het verbaast me niet heel erg dat hij dan een hele level krijgt. Maar... Ik hoop echt niet dat straks de gym eerste... Oh nee, dat is hier geen gym, maar de eerste trial ding, zeg maar. Dat dan een fucking goede Pokémon is. Dat hoop je? Nee, dat hoop ik niet. Oh, ik dacht al. Vooral aangezien je die ook nog eens niet mag vangen. Dat is helemaal kut. En dan krijgt hij boosts van die aura, zeg maar. Oh ja, ook nog eens. Zul je zien, krijg ik weer zo'n Rayquaza of zo, weet je wel. Yep. Oké, en nu? Kan ik nu dat kindje met die Meowth verslaan? Nee. Oké, nou dan zoek. Buiten was toch ook zo'n trainer die je moest verslaan? Ja, helemaal rechts en helemaal links. Maar ik denk dat je die helemaal rechts al hebt verslagen de vorige keer. Vorige aflevering. Maar links. Ik zie hier geen dingetje. Helemaal links buiten in het grasveld. In het grasveld? Ah, oh ja, nee. Dit leuke grasveld waar een Turterra doodging. Nee. Maar misschien dat je die ook al hebt verslagen dan. Nee, toen ben ik boos weggelopen. Ah. Mij kennende. Couldn't get away. Nee, ik ga er wel away. Goed Engels was dat. Hey, een Feebas. Oké. Ik heb deze gast Scarlet nog niet verslagen. Een Hydreigon, doe even normaal. Ik heb nog geen Ice type hoor, dus je hoeft deze niet Hydreigon te hebben. Oh jawel. Watergun is natuurlijk niet slim. Doe wel gewoon Scratch. Riotek, gas, doe even normaal. Mag ik ook nog leven, alsjeblieft? Nee, dat mag niet. Oké, Scratch doet wel aardig veel, dus dat scheelt. Nog een keer Triattack, doe even normaal. En Paralyze. Oh ja hoor, tuurlijk weer. You mad, bro? Nou, een beetje wel, ja. Oh. Oh, hij doet focus energy, meer kans op crit. Dat is kut. Rip. Oké, hij heeft geen crit. Dat is wel poggers op zich. Ja, dat zo zou je dat kunnen noemen, ja. Dragon Rage. Doen we Dragon Rage class? Anders dan ga ik dood, mijn hele team. Nu. Wat kut dit. Kan je hem niet, helemaal niet verslaan, nee, hè? Nou, als hij nu alleen nog maar Dragon Rage doet, dan ben ik dood, zeg maar. Ja, dan moeten we gewoon een class doen, want... even kijken, tot welk level dan? Want op een gegeven moment is Dragon Rage class ook over, zeg maar. Ja, ik doe altijd tot...
eerste en of tweede. Dat ligt er net een beetje aan de game. Maar in deze game zit de tweede volgens mij... Best zit ver. De eerste best ver al. Ja. Dus dan zou ik gewoon zeggen, doen we eerste. Oké, dat is goed. Dus dan leeft mijn dingetje nog wel? Ja, zeker. Voor jou is het ook eventjes interessant om te weten... dat in deze game heb je in sommige Pokémon Centers een tweede marktgasje, zeg maar. Ja. En daar kan je, hoe heet het, daar heb ik de items gerandomized die je kan kopen, zeg maar. Oké. Okay. Het enige regel is, als er een Master Ball is... Dan mag je er maar één kopen. Mag je er maar één kopen. Ik heb hier wel Dream Balls die 0 euro zijn, dus die ga ik wel heel veel kopen. Ja. Oh, je kan er alleen elke keer maar één kopen per keer. Oh, wauw. Oh, ik krijg echt veel levels van deze High Dragon, man. Meer dan van de Darkrai. Waarom? Okay. Geen idee. Maar dat is gewoon zo. Oké. Okay. Oh, ik zie een Pokeball. Pokeball, Pokeball. Zit erin. Cleanse Tag. Je kan je mag trouwens één Master Ball kopen per keer dat je hem tegenkomt, zeg maar. Dus als je in de volgende... Ja, oké. Okay. Maar ik heb wel een hele hoop Dream Balls. En Dream Balls is super effective op? Niet, dat is gewoon... Volgens mij is die, als je daarmee gooit, gewoon hetzelfde als een Pokeball. Alleen die had je in Black and White in de Dream World, zeg maar. Daar kon je Pokémon volgens mij van speciale Pokémon tegenkomen of zo. Ik kan me dus echt niet herinneren dat er iets van een Dream World is. Nee, wel dat... Dream Yard, maar... Ja, Dream Yard, dat is het waarschijnlijk ook. Ja, dat is bij de eerste gym daar. Oh, ook, wacht. Dream Ball is ook 100% catch, zie ik nu. Dus dan mag ik er ook maar eentje van hebben. Oh. Oké, ik heb nu 3 mensen vragen. Ik moet er dus nog één. Vraag is wie. Maar ze hebben zo'n heel mooi vlaggetje. Ja, maar het is dus weg. Ja, maar jij hebt er nu 3 verslagen. Dus je moet nu alleen nog tegen de laatste. Die staat zeg maar op dat veld voor de trainer school. In my defense, dat was anders. Hoe heet het? Toen ik de game speelde. Nee. Ook toen ik de game. Nee, dat was anders toen. Gewoon Moon en Sun. Nee, dat is hetzelfde. Nee, toen moest je toch naar boven lopen naar zo'n. Nee, dat moet pas als je die laatste hebt verslagen. Huh? Tackle is super effective, sorry. Ja, oké, nee, dan heb ik het verkeerd onthouden. Maar. Hè? Hoezo is Tackle super effective? Dan heeft hij een ability die. Welke Pokémon heb je nu in? Galvanize, wat doet dat? Welke Pokémon heb je nu in? Ik heb Pfizer, zeg maar de Steel Grass type. Ik weet niet hoe die heet. Die Pokémon. Mm-hmm. En die heeft Galvanize, dus elke normal type wordt een Electric. Ja, dat bedoel ik. Dat is wel nice. Dan is het misschien slim om dat te doen dan Rollout. Ik ging eigenlijk naar hem toe voor Rollout. Zo van, nou, dat is wel toch, want dat is super effective, maar... Als Tackle ook super effective is. Ik baal nu wel dat... niet ingelokt. Ik baal nu wel dat ik 16 van die Dreamballs heb gepakt. Want nu kan die niet tossen, zeg maar. Oh. En je kan ze ook niet cellen. Oef. Ja, dat is kut. Eerlijk, ik weet ook niet wat je daartegen moet doen. Nee, ja, niks. Je hebt ze nu gewoon voor altijd en je gaat ze niet... Nee, ik mag eentje gebruiken. Ja, wel raar dat je ze niet kunt tossen trouwens. Ja, misschien weet je wat ik er eventueel nog wel mee kan doen, maar dat doe ik dan wel een keertje offscreen. Dat ik gewoon Pokémon's mee vangen, dat ik ze dan weggooi, zeg maar. Ah ja, dat zou ook kunnen. Oké, ik heb de man verslagen. Ja, geef me dan maar die Technical Machine. Ik loop alweer een uur achter. Waarschijnlijk. Multi-attack! What the fuck? Dat is, hoe heet die? Silvellis? Signature move. Dat klopt. Of type 0. Ja, volgens mij wel. Silvally, denk ik.
Weet je wat ik even doe? Ik reset de game, omdat aangezien ik toch voorsta en verder nog helemaal niks heb gedaan deze aflevering. Zodat ik niet al die dreamballs heb. Oh ja. Dat kan natuurlijk ook. Dat is ook een manier. Oh, wacht. Dat nou, ja. Verkeerde bestand. Is dit... Shit. Stelt dit als tweede floor? In principe is het de eerste floor, denk ik. Ah, nee, het is wel tweede floor. Dus wanneer is begaande grond eerste vloer? Nee, ik denk dat als je zegt van hij is op de tweede floor in het Engels, dat je dan dat het dan zeg maar de tweede is. Alleen als je zegt van hoe heet deze floor, dan is het de first floor, denk ik. Ja, oké. Oh, zij heeft een... Zo'n Celestial. Is dat fire type? Ja, hè? Ja, Celestial is fire poison. Ja, fire poison. Dan kan ik zo'n water gunnetje doen. Oh, dat doet echt niks. Nou, ik heb echt een hekel aan deze game. Welke Pokémon gebruikt water gun? Steenboy, Armaldo. Ja, maar volgens mij is Armaldo een physical Pokémon. Ja, beter bubbel gebruiken. Ja, zo, bubbel, ja. Bubbel is ook special, toch? Nee, maar bubbel op mijn lichtpuntje, sorry. Ah. Gewoon puur omdat dan is het ook nog een step, dus... Oh ja, het is natuurlijk geen step, dat is het. Het is natuurlijk geen step. Oké. Okay. Ja, kijk, dit doet al, ik denk de helft meer qua damage. Tjongejonge, echt. Water gun is echt trash in deze game en ik snap niet waarom. Ik had het er laatst nog over in mijn shuffle lock. Of voor jullie. Over een week heb ik het erover in de shuffle lock. Of twee. Ja, komt die zo laat pas uit dan? Ja, dat was een van de laatste die ik op heb genomen voor de vakantie. Dus okay. Die komt ergens in augustus pas online. Dus. Oké. Okay. Ja, je moet toch wat als je drie weken dat klopt. Bijna achter elkaar door weg bent. Dus. Nee, dat klopt. Ja. Hoe? Wat? Oh, er stond iets met Gaming SB. Misschien had ik op moeten letten. Oh, zie ik een welkomingsparty of zo. Het. Wat een gezelligheid. Dat is leuk. Oh, wat gaat Lily doen? Gaat ze irritant lopen doen? Nee, oké. Okay. Striptease, denk ik. Wat, zei je? Sorry? Striptease, denk ik. Oh, oh. Nou, voor Lily... ik weet niet, hoeft niet per se, hoor. Nee, oké. Okay. Nee. Ik heb mooiere anime girls gezien. Zoals? Daisy. Nee, dat telt niet echt. Dit is een grapje naar de video die online staat met Mario Party. Ik ga even healen. Ik weet dat ik daar moet zijn. Ja, Rotom, doe me dan maar niet zo lullig van, je moet daar naartoe. Weet ik. Ik wil gewoon healen, oké. Laat me maar rust. En maar die vlag in mijn neus duwen van, kom op, ga er naartoe, doe maar. Oh, echt hoor, die rood ontdek zit met de pesten, jongen. Ik snap het wel. Ik vind mijn Rotom wel een noob, trouwens. Waarom vind jij Rotom een noob? Nou, ik heb dit vast al een keer gezegd, want ik heb er echt een hekel aan. Maar, moet ik tegen de Tauros praten? In de Alola League heb je op een gegeven moment Guzma. Die heeft zo'n... Die met Emergency Exit, Golisopod. Ja, Golisopod, ja. Ja, nou die heeft hij. En die gaat dan ineens terug in zijn Pokéball, want hij heeft Emergency Exit. Ja. En Guzma zit zo van, what the fuck gebeurt er? En iedereen, inclusief Rotom Dex, in de anime zit zo van... Wat de fuck gebeurt er? We snappen er niks van.
Dat ik denk, ja. Rotomdex, je bent fucking Rotomdex. hoe snap je dat niet? Ja, maar hoezo weet niemand in de Pokémon wereld dat zijn ability is? Dat is toch ook raar? Ja, dat... Zeg maar, van Guzma snap ik het nog, want het was de hele, ik verlies nooit, bla bla bla. Dus, ja, dan kan ik me nog voorstellen dat je niet weet. Maar hoezo weet zelfs die professor ook, de gekleurde professor ook, zeg maar. Hoezo weet die dat niet eens? Mm-hmm. Oh ja, Samson. Oh, dit is Pog. Hallo? Wat? Ja. Wacht even. Ja. Oké, ja? Oh ja, ik weet hoe ik hallo moet zeggen. Ja! Het. Woehoe. Ik ben de beste. Ik kan hallo zeggen. Mhm. Aha. Uh-huh. Ja. Oké, ik koop één Dreeball. Eentje. Oké, hier is ook zo'n grasje. Daar hou jij wel van grasjes. Nou, ik heb toevallig wel het type dat ik gras ook mag gebruiken. Dat klopt, ja. En toch mag ik mijn Totara niet gebruiken. Raar, hè? Die is pittig dood. Ja, zo werkt dat niet in de Pokémon-wereld, hoor, vind ik. Dan heb je pech. Oké, ik ben nu in een of ander hotel of zo. What the fuck? Ik hoef helemaal niet in dit hotel. Hallo, hou. Ja, ik kan nu hallo zeggen, want dat heb ik net geleerd. Precies. Oh. Gaat Rotom nou een foto van me maken? Hey, privacywet, AVG, god. Wat de fuck? Nou. Hoe durft hij? Echt hoor. Het is Team Skelet. Oh, die heb ik niet. Ik heb gewoon een of andere... De meest standaard dude is dit echt. Dit is echt standaard dude 101. Ik moet tegen Zygarde, dog form. Moet ik per se Pokémon Snap doen? Dat heeft fucking veel damage. F. En dat deed minder damage. Oh, ik ben goed. Oh, nice shot. Oh, ik heb helemaal niet geschoten. Je hebt niet eens een geweer in de Pokémon-wereld. Alhoewel... Pew, 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 pew. James heeft hem wel ineens een aflevering, toch? Nee, hoe heet het? De leider van de Safari-zone. Ja. Die heeft hij. Hoezo crit die Zygarde mij nou weer dan? Het is daar voor onzin. Welke moet je? Sorry? Zygarde? Ja, dat zei ik net, ja. Holy damn. Dog form. Oh, dat is die half... Ja. Ja. Oh, Billy. Ik ken je nu wel inmiddels. Ik hoef niet nog langer met je te praten. Wat een haat naar Lily. Nee, ik vind het best, maar weet je, ik weet hoe ik kleding aan moet trekken op zich wel. Wel? Oké. Okay. Ja, toevallig wel. Dus je hoeft me niet te zeggen van, hey, zo doe je kleding aan. Nou, ik vind het wel belangrijk dat je dat even weet. Wat is dit? Sparkling sticker? Oké. Okay. Nou, kan ik niet oppakken. Jammer. Sparkling sticker. Het zag er heel erg uit alsof ik het wel kon pakken, maar... Ja, dat kan je ook als je helemaal heeft laten zien hoe je een sticker oppakt. Waarom zijn we zo debiel in deze game? We kunnen nog niks totdat mensen het vertellen. Ja, nu... zo zeg je hallo. Oké, nu kan ik hallo zeggen. Oké. Ja, zo pak je een sticker. Zo kleed je je om. Oké, ja, nee, nu. Oeh, ik moet tegen Ilma. Eén dood. Wat? Moet je al zo snel tegen die guy, hoor? Ja, maar niet, dan is hij nog geen trial captain, zeg maar. Dan is het gewoon om te kijken hoe goed we zijn. Oké. Een calcium. Een binding. Een shock drive. Oh, dat werkt alleen op... Ah, dat werkt alleen bij Genesect. Jammer. Power Anklet. Psychic, ja. Yeah. Oh, dat is one time. Dubious Disc, is dat niet voor... Porygon 2 te evolven? Ja, die kon ik ook al kopen, Dubious Disc. Wat had je nog meer? Want ik had niet door dat je dat aan het doen was. Ja, Shock Drive, die ik voor 0 kan kopen.
Oké, ja, dat is inderdaad voor Silver Valley, ja. Yeah. Nee, dat is voor Genesect. Oh, voor Genesect, ja. Calcium. Binding Band, maar ik weet niet wat dat doet. Oh, het staat erbij. Ja, klinkt niet heel erg goed. Het Power Anklet heb ik nog. Reduce Speed. Het reduces speed, but allows the holders speed stat to grow more. Oh, zo. Dus je hebt meer kans dat hij meer speed krijgt of zo. Ja, nou, dat gaat om EV's gaat dat. Ja. Onzin. Oké, nou. Laat ik eerst eventjes gewoon 2 potions. Anders zit ik weer op 25. Oh, moet ik ook nog tegen Kyogre? Wat? Wauw. Dat gaat lekker. Ik ga even zo'n encountertje pakken voordat ik tegen iedereen ga vechten. Oh, wel eens Primal Kyogre is, hè? Oh, gelukkig. Ik dacht, heeft hij straks een Primal Kyogre. Kan dat? Ja, dat kan. Oh, wat kut. Oké, een Pokeball. Masterball. Fistplate. Oh, hij heeft Ancient Power ook. Oh, dat is natuurlijk voor Arceus. Hij jatte gewoon mijn Quickclaw. Wat is dit? Oh, een Bellsprout. Die mag ik vangen. Ja. Ik kan nu haten op Bellsprout, maar ga ik niet doen. Want ik vind Bellsprout op zich niet kut of zo eigenlijk. Eerlijk ben. Nee, Bellsprout is ook niet kut. Nee, maar hij is Poison en Grass. En dat is best wel een goede typing. Zoals eigenlijk alle graspokémons uit Gen 1. Wow. What the fuck? What the fuck? Ik heb er nooit zo over nagedacht, maar nu je het zegt. Ja, dat is echt. De grass type die je kan verzinnen uit Gen 1 heeft de poison. Poison type. Ja, typing. Dat is ook echt. Wat een bullshit, trouwens. Nou, trouwens, niet elke grass type heeft poison type. Want je hebt ook Executor, die is grass psychic. Maar ja, er is geen pure grass, zeg maar. Nee, wat echt. Ja, dat is wel raar. Mm-hmm. Maar ik vind het ook raar dat Bulbasaur direct de poison type heeft. Ik had dat voor Venusaur overgelaten, denk ik. Precies. Dan. Ja, ik ben ik wel met je eentje. Ik noem hem. Ik kan hem heel flauw pijpen gaan noemen, omdat hij natuurlijk zo'n vorm heeft. Jongen. Dat vind ik niet echt PG. Dus ik noem hem. Oeh, Bugbite. Ik noem hem Sproetje. Waarom? Geen idee. Maar het lijkt op Sprout en ja, je moet toch iets hè, in het leven. Ja. Add to your party. Eens even kijken of die in mijn party past hoor. Ja, ik denk dan wel. Ja, misschien voor. Maar voor de rest. Zullen wij de aflevering gaan beëindigen, Sander? Ja, is goed. Dan besluit ik offscreen wel of deze gast ook echt in mijn party komt. Dat is goed. Ik heb een moemelmilk. Oh. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe dan een duimpje omhoog. Pokémon verloren. Nee, ja, precies. Vind je Sander nou een coole dude? Ga dan even naar zijn kanaal en abonneer daar. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Adios, amigos. Joujou.